is niet dat ik als gangster op je wil komen. Hi, ik ben Find the Creator. Vandaag gaan we op zoek naar het rode goud. Dus als ik je zeg dat die punette van me trek heeft in watermeloen. Boy. Die watermeloen gaan we echt scoren. Laat me even iets regelen hier op die camera. Voordat ik te overbelicht ben. Die punette van me, watermeloen. Dus we gaan watermeloen vinden. En ik ben geïnformeerd dat we watermeloen kunnen vinden helemaal in Zaandam. Die aan mijn eisen voldoet. Een van de Turkossen. Abi. Abi. We gaan helemaal richting Zaandam rijden. Ja. 30 minuten lang. Om dat rode goud te vinden. Want ik lust het. Kijk, als je iets lust, dan lust je het gewoon. En dan ben je bereid zo ver te gaan. Maar ja, maakt niet uit. Wat is het toch een mooie dag vandaag. Ik zou zeggen, kom met me mee. We gaan watermeloen vreten vandaag. Ja. Het is eigenlijk best wel raar dat je helemaal uit Amsterdam moet gaan om je watermeloen te vinden. Maar hey, ik heb wel eens ergere dingen gedaan. En ik heb ook best wel even zin om een beetje te rijden, maar even ertussenuit te gaan. Dus ongeveer 25 minuten richting Zaandam. Naar Kozum. En dan ga ik hopelijk die watermeloen vinden. Die ik zo graag wil eten. Je weet die versie die goed is. Oh, Jesus Christ. Ik kan echt letterlijk een uur zitten en nadenken over die watermeloen die ik straks ga chappen. Wauw! Hallo! Kom gezellig met me mee! Waarom niet? Ai. Het is warm! Als ik eens zeg dat het koude warm is vandaag. Jesus Christ! Even uitparkeren. Ik parkeer altijd als een gangster uit. Ups, op de stoep. Badaf. Mijn god. Ja, natuurlijk komt er iets aan. Maar ik heb voorrang. Excuse me. Watermeloen. Wat is het met... Je moet kijken toch. Wat is het met blakasma en watermeloen? Echt? Wat is het met black people en watermelon? Ik weet het niet. Oprecht weet ik het niet. Oprecht, wat is het? Het is gewoon heerlijk verfrissend. Maar misschien omdat het zo verfrissend is toch. En het is vaak in de zomer beschikbaar. We barbecuen heel veel. Misschien is dat het, omdat wij veel white people do barbecue. Nee. Ze hebben een imitatie op een koude barbecue, ze barbecuen niet veel. Nee, je kan niet zo zijn. Ai. Jullie hebben een beetje lens flare. Het is warm in die auto. Oh ja, natuurlijk, die verwarming staat op hoog. Kan je verwarming op hoog? Hé, het is lekker weer, man. Het is echt lekker weer. Laat me niet te druk doen in die auto, want ik ben alleen in die auto. En dit hindert mijn geest. Het hindert me. Oeps. Bijna me crash me, waggy. Nee, dat ding hindert jullie ook in die camera. Het is irritant. Aanwezig. Hoe is die lens flare? Oh, zo zelf. Jullie zijn echt in een lens flare. Anyway, laat me die stuur draaien naar links en naar rechts. Ai boy, als ik je zeg, watermeloen! Sorry. Dus wanneer je rijdt, toch je hand moet op 10 voor 10 of kwart. Wat is het? Moet het op 10 voor 10? Laten we zo gaan rijden. Voorlopig rijd ik even zo. Hallo. Om in 30. Alles voor die koude watermeloen. Oh god, mensen. Ik spoor niet. Mijn achterkijkspiegel is niet eens geregeld. Wat is die flit op mijn auto? Een van de vogel heeft gescheten op mijn achteruit als een gek. Hallo, op de rotonde iedereen, hallo. Ik ga richting Zaandam, watermeloen. Vlieg bijna uit de bocht. Maar mensen, even hoor. Laat me even focussen wat ik hier aan het doen ben. Voordat die hele kawatermeloentory niet doorgaat. Ik spreek jullie zo. Bye! Beep, 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 beep.
Daar ben ik weer. Ah. Straks hier verder op links af. Dan moet ik als het goed is, zijn bij Gossum, Abenakodum. Pardon. Dan gaan we naar die tolk. Oeh, ik zie hem aan. Ik ben in Zaandam! Zaandam! Gossum Supermarket, hè? Ja, ja, ja. Is het betaald parkeren hier? Is het nog gratis parkeren ook nog? Ah. Ik hoef hem maar twee keer te sturen. Hallo? Hallo? Ik geef van de dik aan links of rechts, rechts, rechts. Ik draai dood. Gossum, amon en korom. Hallo? Dus je weet dat het de goede richting gaat wanneer je fruit buiten ziet staan. Ja, ik ben geparkeerd. We gaan overschakelen. Die zon is echt lelijk. We gaan overschakelen op deze kar, maar. Ah, dus we gaan naar buiten. Woe, ding, 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 ding. Wat heb ik nodig? Ik heb niets nodig. Welkom, mensen. In Zaandam. De auto hoeft niet eens op slot. Maar we zijn hier bij Gossum Supermarket. Ja, waarom niet? En we gaan op zoek naar het rode, rode goud. Oh, hartstikke leuk. Goeiedag. Zo, hallo. Dank u wel. Dank u wel, meneer. Oh. Oh. Ik zie ze al. Ik heb ze gevonden. Kijk. Dus mensen, we hebben het goud gevonden. Anoushka, is dit me? Kom. Ah, kijk hier. We gaan eentje meenemen. Zal ik twee meenemen? Hoe lang blijven die dingen goed? Gierig. Ik weet niet, het gaat waarschijnlijk een vermogen kosten, maar maakt niet uit. €1,75 per kilo. Maar we zijn eenmaal hier. In Zaandam. Dus we gaan dit gewoon nog eentje meenemen. Tering. We hebben twee hele watermeloenen. En we gaan ze opeten. Yes! We gaan naar de kassa. Hallo. Die grote is €16. Wauw. Kijk. We lopen nu de winkel uit. Even de auto zetten. We lopen de winkel uit. Met twee van die kanjers. Ze gaan in de bijrijdersstoel. Hallo? Dag auto. In de bijrijdersstoel, zo in de gordel. Oh. Als je weet hoe intens gelukkig je kan worden van dit soort dingen. Maar ja, het feit dat jullie kijken, snappen jullie al wat die strijd wordt straks. Ah, watermeloen. Het zal me niet verbazen als de cure op dat hele corona gebeuren al die tijd gewoon watermeloen is. Ik zeg je. Wie is ooit dood gegaan van watermeloen? Vertel me. Dus. Ik ben eentje aan het pakken hier. Boom. Kijk hier, precies hier. Dat is je rechtmatige plek in mijn leven. En dan pakken we die tweede. Kijk hier. Kijk, deze gezellige tweeling. Oh, sparkle, 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 sparkle. Helemaal geweldig.
Ik ben dolgelukkig, maar we gaan even het karretje weer terugzetten. En heel even het karretje terugbrengen. Alsjeblieft, meneer. En dan gaan we richting huis. Gozem Supermarkt. Jullie zijn de beste hier in Zaandam. Ik kan iedereen adviseren om hier groente en fruit te komen halen. Want, wauw! Groente en fruit genoeg. En je ziet dat die dingen lekker zijn. Je ziet gewoon aan die dingen dat ze lekker zijn. Dus Anouska, je zit hier kong. Werkelijk. Ik ga plankgas richting huis. Ik ga niet eens vloggen of filmen. Want ik ga richting mijn osso. Ik heb honger en trek in watermeloen! Hey! Sobela! Piep! Ajina no bende! Alo bende! Sobela! Sobela! Aye! Het is groen! Eerder vandaag sprak ik over het rode goud. Mijn missie is volbracht. Het is gevonden. We gaan het aansnijden, hè? Hoe ga ik dit doen dan met één hand? Dat maakt niet uit. We gaan hier beginnen te zagen. Met één hand gaat hij er doorheen. Draaien. Wow. Oh, wow. Damn. Deze had ik niet verwacht. Oh, nee. Wow. Nee. Deze had ik niet verwacht. Het is zoet. Het is fucking mis. Anouska. Zaandam. In je huis kan je doen wat je wilt, toch? Ik ga het straks oprapen, hoor. Nee, mensen. Dit is gewoon 1-op-1. Ik en die watermeloen. Ik zet het heel even aan de kant. Het is me gelukt. Ik ben er even stil van, mensen. Bedankt voor het kijken. Ik ben Find the Creator. Laat een like achter en abonneer op mijn kanaal. Het wordt even dat ik 1-op-1 met deze watermeloen mijn ding ga doen. En ik heb er gewoon nog eentje. Oh, je gaat die stukjes snijden in de vriezer gooien. Anyway, zie je de volgende keer weer.